Hey hoi, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag heb ik een heel bijzonder boek. Het boek heet Panda wil een vriendje. Het is geschreven door Johnny Lambert en uitgegeven door Veldman Uitgevers. En weet je wat zo bijzonder over dit boek is? Je kunt er zelf in meespelen. In het boek komt Panda allemaal dieren tegen. En het leuke eraan is, jij mag met de dieren meespelen. Maar welke dieren komt Panda tegen? Hoe zien ze eruit? En hoe bewegen ze eigenlijk? Nou, dat gaan we samen oefenen. Het eerste dier wat Panda tegenkomt is een flamingo. Een zielige flamingo. Hoe ziet dat eruit, een zielige flamingo? Nee, dat is niet zielig. Zo ziet zielig eruit. Kun jij dat ook? Kom, doe je mee? Het tweede dier wat de panda tegenkomt zijn de makies. De vrolijke makies. Hoe ziet een vrolijke makie eruit? Hij lacht en springt. Wow, wat een vrolijk aapje die makie. Het derde dier in het boek is een blauwvoetgent. En dat is een hele bijzondere vogel, want hij heeft blauwe voeten. En weet je wat hij daar goed mee kan? Lopen natuurlijk. Hij marcheert de hele dag rond. Doe je mee? Gaan we het samen oefenen. Marcheren, hoe doe je dat? Het vierde dier wat Panda tegenkomt is de pauw. En de pauw heeft hele mooie gekleurde veren waar hij super trots op is. Nou, dat was leuk, het oefenen met de dieren. Nu ga ik het verhaal voorlezen. En hoor je de muziek, dan mag je meespelen met de dieren. Panda wil een vriendje. Diep in het koele bos, waar flamingo's dansten en vlinders fladderden, zat Panda heel alleen. Ik wou dat ik een vriendje had, zuchtte hij. Toen zag hij een andere panda. Wauw, kijk! Misschien wil zij wel vriendjes worden. Maar Panda wist niet hoe hij vriendjes moest maken. Hoe zouden de andere dieren dat doen, dacht hij. De zielige flamingo's maakten vriendjes door samen te dansen. Zo moet dat, riep Panda. Ik ga dansen als een zielige flamingo. Zo worden de panda en ik vast vriendjes. Dat kan gewoon niet misgaan. Oef! Panda krabbelde op. En toen zag hij vrolijke makies. Ze maakten vriendjes door samen op en neer te springen. Oh, geweldig, riep Panda. Ik ga springen als een vrolijke makie. Dan wil de panda zeker vriendjes met mij worden. Plof. Toen zag Panda twee blauwvoetgenten. Aha, riep hij. Ik ga marcheren als een blauwvoetgent. Dan worden we vast en zeker vriendjes. Ja.
Oké, waar is ze gebleven? Panda keek rond en zag opeens een prachtige pauw. Veren, riep Panda. Als ik zo'n schitterende staart heb, wil de panda vast vriendjes met mij worden. Ik heb maar 1 of 2 veren nodig. Oeps, sorry. Phew, hijgde panda. Ach, ik heb ook helemaal geen veren nodig. Panda plukte wat bamboe en wiebelde met zijn billen. Deze wiebelstaart moet werken, zei hij. Daar gaan we dan. Ah, nee! Panda zuchtte. Zo worden we nooit vriendjes. En hij sjokte weg om te gaan eten. Diep in het koele bos, waar makies sprongen en pauwen paradeerden, zat Panda te eten. Heel alleen. Maar dat duurde niet lang. Hallo, zei de andere panda. Dat ziet er lekker uit. Het is heerlijk, knikte Panda. En toen kreeg hij een heel goed idee. Zullen we samen eten? En dat deden ze. Midden in het bamboebos aten en speelden de twee panda's samen. En zo werden ze beste vriendjes. Nou, dat was een leuk verhaal. En Panda, die vond een vriendje, hè? Dat is fijn. Heb je ook meegedaan met de dieren? Ik werd echt helemaal vrolijk van de makies. Weet je wat ik wel een beetje moeilijk vond? Dat op de tenen lopen van de flamingo's. Dat ga ik nog even een keertje oefenen. Ik ga het boek nog een keer lezen. En misschien ga ik stiekem nog wel even oefenen op de flamingo. Leuk dat jullie keken. Tot de volgende keer. Doeg!